Hallo, leuk dat je mijn filmpje hebt aangeklikt. Welkom bij Stempinup in het Zonnetje en mijn naam is Sandra Kleine. Ik ben een onafhankelijk Stempinup demonstrator. Stempinup ben ik gewoon lekker mee bezig. Daar komt het nu kort op neer. Ik vind het leuk om dingen te maken en ik vind het ook heel leuk om aan jou te laten zien wat je met die spullen kunt doen, wat je ermee kan maken. De filmpjes zijn gewoon altijd voor iedereen te zien, altijd gratis. Je hebt geen koopverplichting of zo, ook geen achter de deur gesloten filmpjes. Bij mij is het gewoon alles voor vrij, gratis. En ik hoop dat je dat leuk vindt en dat ik je kan inspireren. En denk je dan misschien eens van, ik wil misschien wel eens wat kopen? Nou, dat kan ook nog, want ik heb ook een website. En via mijn mail kun je ook altijd vragen stellen en iets bestellen. Kortom, een hoop gezwam, denk ik dan. We gaan lekker bezig. Dit keer heb ik voor je gemaakt iets met de stempelset Handmade Hugs. Een erg leuke stempelset. Het staat in de gids, de papieren gids die je ook online kunt bekijken via sandrakleine.stempinup.net. En als je dan naar bladzijde 23 gaat, dat is hier, daar staat hij afgebeeld. Het is zo'n doorzichtige fotopolymeer stempelset. En wat het leuke hiervan is dat er een bijpassende pons bij zit. En die staat dan op bladzijde 148, waar alle ponsen bij elkaar staan. En dan vind je hem hier, de Handmade Tag. Erg leuk label, omdat hij zo apart van vorm is en combineert ook heel mooi met een vierkantje. Daar heb ik iets mee gemaakt. Ik werd namelijk opeens getriggerd door dit stempeltje. Ik denk, dat is net een leuk tegeltjespatroon. Dus ik heb kleine tegeltjes gemaakt met die stempel. En in leuke kleurcombinaties. Handmade Hugs, met dus die bijpassende pons. Waar je dan weer de rand kan stempelen in een kleurtje. Past precies leuk bij die pons, zoals je op dit voorbeeld kunt zien. De kleuren op dit kaartje zijn Night of Navy. Daar heb ik de rand mee gestempeld. En Boho Blue voor de tegeltjes en de letters. Een erg mooie combinatie. Als je nou wel eens wat van Stampin' Up! Al hebt en allerlei kleurtjes. En je ziet in filmpjes, niet alleen maar van mij, maar van honderden andere demo's. Duizenden zijn er gewoon. Als je een leuke kleurcombinatie ziet, zou ik zeggen, schrijf het in een boekje. Doe gewoon een klein notitieboekje voor jezelf in je agenda achterin of op je telefoon of even. Maak even een aantekening. Heb je bijvoorbeeld deze kleuren? Kun je zien in zo'n filmpje hoe dat combineert? En als je denkt van, oh ja, dat vind ik eigenlijk een hele leuke combinatie. Noteer dat even. Want dan heb je later zelf ook nog wat aan. In het kaartje werk ik ook met dit hele mooie lint. Dat is dit spul. Zilver en goud. En aan de achterkant zit er een klein ribbeltje. Zie je dat? De voorkanten en de achterkant verschillend zijn. En met kerst voor de deur is het helemaal leuk. Dit is een combi verkoop. Twee rollen. Allebei zijn ze 9,1 meter lang. En dit vind je alleen maar in de online collectie. Dat is via de webshop. Kijken bij online only. En daar vind je deze twee rollen met prachtig lint. En dat heb ik hier gebruikt in mijn kaarten. Ik ga natuurlijk ook nog één maken, dus ik heb zometeen dat zilver nog weer nodig. De stempeltjes leg ik even aan de kant. Ik was dus weer lekker bezig. En ik word dan ook creatief door mezelf uitgedaagd, omdat ik die filmpjes maak. En toen dacht ik, ik had die leuke blauwe combinatie gemaakt. En denk, als ik daar weer een blauwe kaart of wit onder doe, dat vind ik een beetje matjes. Beetje afgezwakt qua wauw. Toen dacht ik, ik ga dat combineren met een totaal andere kleur. En dan wil ik hier in het midden leuke kleurdingetjes hebben. Dus ik ging kijken wat voor leuke decoratiedingetjes heb ik. En dan pak ik daar het papier van. En dit is de kaart van Sweet Sorbet. En binnenin vergeten we natuurlijk de binnenkant niet. Dat gaan we zo allemaal maken. In Sweet Sorbet. Die leuke parels zitten dus in zo'n zakje. De in-color parels. En toen dacht ik, ik ga nog een paar voorbeeldjes maken. En toen dacht ik, ik ga me laten uitdagen door de twee familiekleuren die tijdelijk zijn. Dat noemen we de incolors. Die incolors
heb ik dus verwerkt in deze kleur. Boho Blue is een inkkleur en Sweet Sorbet is ook een inkkleur. Daar was deze combinatie mee gemaakt en ik ga zoiets zometeen ook maken. Ik heb ook gepakt de kleur Moody Mauve in combinatie met de kleur Blackberry Bliss. Super leuke combinatie, want dit is een soort roze, maar ook paars tegelijk. Dus het combineert heel mooi bij elkaar. Toen dacht ik ook weer, moet nog weer een andere inkcolor kleur bij komen. Wat ga ik doen om een totaal ander achtergrondje te krijgen, waar ik ook leuke deco van heb. Want we hebben ook van deze inkcolor familie leuke decoratie, dots, rondjes. Wild Wheat is dit, de inkcolor kleur. En hier heb ik het goud gebruikt. Moet ik natuurlijk zorgen dat ik het op zich enigszins netjes hier weer neer ga leggen. Volgende combi is Copper Clay. Ook een inkcolor heb ik gecombineerd met Crumb Cake. Een vaste kleur uit de familie. De Crumb Cake. En als achtergrondje weer even een lekkere wow kleur gekozen. Starry Blue. Dus ook hier weer goud en de leuke parels gebruikt in het centrum van die tegeltjes. Vervolgens heb ik gepakt de kleur Orchid Oasis. Oase dus. Orchid Orchidee Oase in het Nederlands. Maar ze hebben geen Nederlands namen. Hier heb ik een klein beetje afgewijkt van mijn eigen systeem. Ik heb hier de tegeltjes gestempeld in Lemon Lolly. En gecombineerd met de donkergele kleur van Crushed Curry. En dat combineert het geel, ik vind dat geel en dit paarse van die orchid heel mooi bij elkaar passen. En hier vond ik dat zilver of goud er niet mooi bij staan. Zie je dat? Nee, dat is afgekeurd. Maar gelukkig hebben we ook van een soort metallic lint in de kleuren van de inkcolors. Dus dit is de Orchid Oasis lintje achtergrond. En natuurlijk weer de parels. Dat was dus Lemon Lolly en Crushed Curry. Dan heb ik er nog één. Er ontbreken nog twee kleuren in deze 2x5 familie, als je begrijpt wat ik bedoel. Een inkcolor familie bestaat uit 5 kleuren. De 5e kleur van de ene inkcolor familie is dit, Pebbled Path. Met ook weer de dots gebruikt. Gecombineerd met dit lekkere frisse groen van Parakeet Party. Inkcolor. Kun je ook altijd hier aan herkennen dat het een tijdelijke kleur is, een inkcolor. En dan hebben we dat gecombineerd met Garden Green. Ook echt een heerlijke combinatie. Echt een aanrader. En nu gaan we natuurlijk laten zien hoe dit gemaakt kan worden. En heb ik gekozen voor de kleur Orchid Oasis voor mijn basiskaart. Ach, wat zeg ik nou? Sweet Sorbet als basiskaart. Hier heb ik nog een paar dingetjes liggen. Oh, ben toch niet wat vergeten, denk ik nu opeens. Oh, wat ik in ieder geval ook nog even wil laten zien, voordat ik verder ga. Volgens mij ben ik namelijk ik leg dit aan de kant. Toen dacht ik, oh chips, ik moet deze ook hebben in de kleur die ik zo meteen ga gebruiken. Dus even denken, denken, denken. Een andere tip is voor jou. Eigenlijk in de volgorde van mijn filmpjes zit meestal geen structuur. Maar het filmpje van vorige week met de vierkante kaartjes en de enveloppen heb ik gebruikt en gezegd dat het een drieluik is. Dat klopt ook. Het filmpje voor de doosjes is ook al klaar. Maar in de tussentijd is er een koopjeshoek bijgekomen. En voor het eerst, volgens mij ooit in Europa, zitten er stempels in de koopjeshoek. En wat is nu het geval? Deze erg leuke stempelset zit ook in de koopjeshoek voor iets van 8 euro. En hier zitten weer twee vormen bij die te ponsen zijn met deze leuke handmade tag pons. Echt een tip, want je kunt nu dus een trio hiervan aanschaffen. Of misschien heb je het een al en denk je de andere past er mooi bij. Deze drie allemaal dus bij elkaar passend. Erg leuk. Heb ik in dezelfde trend ook voorbeeldjes meegemaakt. Ook met tegeltjes en het label.
Ik heb daarvoor bijvoorbeeld dit gemaakt. Eventjes alle spulletjes bij elkaar zoeken. Rood, real red en donkerrood sherry cobbler. Ook een mooie combinatie. En de kerstcollecties komen al uit. Het is alweer tijd voor kerst, bijna. Heb ik gemaakt op dat mooie distressed goud papier. Weer 6 tegeltjes. En de boompjes heb ik gehaald uit... Ik had geen zin om een kerstcollectie helemaal weer uit de kast op te zoeken. Ik heb hier misschien wel iets liggen. Bij mijn huidige stansjes die ik gebruik. En in de stansenset van de Zoo Crew bij Zani Zoo stempelset zitten 2 erg leuke kerstboompjes. Die heb ik hier gebruikt. En het papier waar ik het uit heb gehaald... Dat is dit shimmer papier. En dat glittert leuk. En dit is de kleur Pretty Peacock. Die heb ik ook als derde afwijkende kleur toegevoegd. Heb ik de tekst mee gestempeld. En hier zie je al een heel erg leuk kerstachtig lintje. Dat is dit. Die is ook al te koop. En ook alleen maar in die online only producten. Dit staat dus niet in een papieren gids afgedrukt. En met de online onlys is het zo, is de voorraad uitgeput, dan is het op. Zoiets is het idee daarbij. Dus geen papieren gids, wel heel leuk lint. Real Red en Sherry Cobbler heb ik dus de kerstvariant gemaakt. In deze set zitten veel meer leuke afbeeldingen en letters en tekstjes. Je kunt er dus kerst mee doen. Het is leuk voor New Year, Happy New Year. Gewoon leuk, liefde, hartjes van, voor, hulstakjes, gingerbread, leuke swirl, ijskristalletjes, kerstboompje. Hele veelzijdige set. En dus dit is mijn kerstvariant. Heb ik ook een nieuwjaarsvariant gemaakt. Dat is deze geworden. Kleurtjes zijn weer boho blue met... Night of Navy. Hele mooie combinatie. Dit heb ik geplakt op een ondergrondje van het witte fluweelpapier. Want dat zit ook nog steeds in die koopjeshoek. 2 hele grote vellen mooi wit fluweelpapier. En die ijskristalletjes heb ik gehaald uit deze set. Dat is de set die bij de Season of Chic, de Chic Dies, hoort. En die is ook heel multifunctioneel. Daar zitten een paar leuke sneeuwkristalletjes in. Heb ik weer boho blue dots opgeplakt. Hier weer hetzelfde idee met een achterliggend kleurtje. Stempelwerk. En in de hoekjes hier heb ik gekozen voor onze mooie zilverkleurige rhinestones met een zilver draadje eronder. Lintje. En omdat in deze set ook het woord vrede zit. En ik nog steeds en ook van plan ben om daarmee te blijven door te gaan. Spullen inzamelen voor Oekraïne en de mensen hebben ons daar zo hard nodig. Kon ik het niet laten om met het Peace Vredes stempeltje ook iets te maken. In de kleuren van Oekraïne. En we hebben dan Daffodil Delight en Blueberry Bushel. Met een accentje in de kleur Tahitian Tide. En dan komt onze... De incolor weer terug. Ook in dat metallic lintje. De incolor. Laat ik je zien hoe je dit kan maken. En wil je ook graag spullen geven voor Oekraïne? Dat kan altijd. Ook in jouw omgeving zijn er ongetwijfeld instanties, stichtingen, mensen die daarmee bezig zijn. En anders stuurt me lekker naar Aduard toe waar ik woon. Want we hebben gewoon daar zoveel spullen nodig. Dat was even een zijstraatje. Ik wil eigenlijk mijn kaart nu gaan maken met tegels in balmy blue. En een achtergrondje van Tahitian Tide. Maar ik ben weer halfslachtig aan het werk. Zie ik om mij heen. Ik heb alles klaargelegd. 102 voorbeelden voor je gemaakt. Maar denk je dat ik balmy blue en Tahitian Tide heb klaargelegd? No. Eerst gaan we dan maar even tegeltjes maken. Een basiskaart heb ik wel gepakt. De tegels, als ik die ga maken, ga ik dat maken op een strook van 4 centimeter. Even checken. Ja, zijn allebei. 4 centimeter. Heb je nou snijwerk te doen
en je hebt een heel A4'tje tot je beschikking, dan snijd ik altijd mijn papier. Nou, dat past natuurlijk niet allemaal in één keer erop. Zo. Ik leg mijn vel er dan in. Het hele vel. En dan leg ik hem. Dat zal ik even laten zien. Stel je voor, ik heb een 3 centimeter nodig. Dat die bovenaan mooi strak ligt. 3. En dan kan ik hier ook heel goed zien waar die 3 is. Ik neem dan altijd 2 punten. Kijk, hij komt hier onderaan weer uit. Dan weet je zeker dat je een mooie rechte strook hebt gemaakt. Dus het beste is een lange in de lengte snijden. Zodat je veel referentiepunten hebt. En dat heel netjes kunt aanpakken. Oké, die doe ik even voor mijn buik. Dan heb ik nodig mijn mooie stempel. En ik wilde dat dus gaan doen met deze leuke combi. En dat is Balmy Blue, lichte tegeltjes en donkere achtergrondjes. Zo heb ik al die voorbeeldjes gemaakt. Nou moet ik een klein beetje voorover hangen, want anders moet die ding hier weg. En anders kan ik het niet mooi netjes erop krijgen. Want het is natuurlijk wel erg leuk als die tegels het patroontje mooi in het midden krijgen. Ik doe eerst één links en ik doe ook een afdruk rechts. Ja, dat ziet er volgens mij goed uit. Dan pak ik mijn snijmachientje. En even kijken dat ik die niet in de inkt leg. Dan heb ik hier mijn 4 centimeter strook. De inkt wordt hier rondgepiepeld. Dan leg ik mijn strookje bij de 4, zodat ik een mooi vierkantje krijg. Oeh, die zit toch heel dicht bij het bloemetje. Dan ga ik hem omkeren en snij ik ook deze bij 4 af. Als je een lange strook hebt, is recht snijden vrij makkelijk. Want je hebt een hele hoop ruimte om hem mooi strak tegen de rand aan te drukken. Dat was 2. Ik heb 6 tegeltjes nodig. Dus ik ga er nog 2 maken. Deze heb ik nu afgesneden. Vind ik eigenlijk ietsiepitsie te veel daarheen. Dan heb ik wel deze snijmachine gebruikt met dat je een klein randje naar binnen drukt. Dus die moet je altijd even weer netjes plat maken. Even kijken of het me lukt om dit stempeltje mooier in het midden te krijgen dan die aan de voorzijde. Nee, die zit ook aan het randje. Maar is iets minder. Die nemen we gewoon. Nu de volgende 2. Ook weer aan de uiteindes, zodat ik er weer 2 tegelijk kan snijden. Ik doe het toch maar even dicht, want nu pak ik mijn kleine guillotine. Die heb jij misschien ook. Beetje viezigheid, sorry. En wil ik je laten zien hoe je heel makkelijk en goed met een klein machientje en met weinig ruimte dus, want ik heb hier alleen maar dit kleine stukje om hem goed recht te krijgen. Wat doe ik dan? Pak ik mijn geliefde geodriehoek erbij. Of je pakt een ander ding wat echt haaks is. Die leg ik bij mijn 4 centimeter. Dan moet je iets hebben wat natuurlijk wat ruimte hier heeft. En dan druk ik mijn tegeltje tegen de rand van de geodriehoek aan. En tegen de rand van de machine. En dan snij ik mijn tegeltjes af. En dit is ook een hele goede manier om er zeker van te zijn dat je tegeltjes recht en vierkant worden. Want een tegelvloertje is wel leuk, maar het moet wel strak zijn. Zeg maar, we willen geen grote en kleine tegels. Balmy Blue ben ik mee bezig. Zo, nog 2 tegels te gaan. Oh, die vind ik meteen al veel te laag. Zo, dit was mijn Balmy Blue bijdrage tot nu toe. Ik doe toch even weer deze, die is kleiner en handzamer in beeld. 4 omhoog en mijn haak, winkelhaak, goed in de hoek en afsnijden. Hetzelfde doe ik met dit laatste tegeltje. En dan zie je dat je uit een hele strook, die zie ik al, die wordt te klein. Dus wat doe ik hier? Die leg ik nu recht bovenlangs, dat is een mooi end.
haal ik er even een millimetertje af. Geo er weer bij. En mooi tegeltje. Dit heb ik nou over. Dat doe ik gewoon in de restjesbak. En dan moet ik maar even zien wat ik daar later nog eens mee ga doen. Mijn tegels heb ik klaar. Heb ik hier een stuk wit papier klaargelegd om de rand van de pons uitstandsding te kunnen stempelen. Die maak ik in die kleur Tahitian Tide. Want dat was de enige kleur die in de originele serie nog niet aan bod is geweest. En mooie turquoise-achtige felle kleur blauw heb ik weer mijn Balmy Blue nodig. Want daar ga ik de tekst mee stempelen. De tekst is Sending Hugs and Stuff. En om die netjes in het midden te krijgen moet ik Hugs and... moet ik zorgen dat ik dat in deze zone krijg. En dan is hij mooi egaal verdeeld qua letters. Wat een rare afdruk is dit geworden. Sending Hugs and Stuff. Nu mijn... Ik ga even kijken of ik hem wat beter kan krijgen. Oh, sorry. Eventjes de andere kant. Tahitian Tide. Rand. En dan mijn Boho Blue. Kijken of ik hem nou wat beter erop krijg. Tekst. Yes. Dan is, als de lijm heel nat is bijvoorbeeld, ach, lijm, de inkt heel nat is, krijg je soms een beetje een blaasjesvorming en dan krijg je geen mooie, en dit zijn vrij dikke letters. Daar heb ik een stanspons, bedoel ik, neergelegd. Hier. Oh ja, dus, nou krijg je dit. Want het, hij zit er net anders, voor mijn gevoel, verkeerd om in de pons. Dus als je te veel hoek hebt, moet je dat even wegknippen, want anders haal je de bocht niet. Kijk, nu haal ik de bocht wel. Dan leg ik mijn pons. Ik hou mijn pons dan in de hand. Het zijn wel vrij zware ponsen, dat geef ik wel eerlijk toe. En ze zijn ook erg goed. Dan heb ik hem eigenlijk al een beetje vastgeklemd. Kan ik nog even checken. Dan denk ik, nee, dat is hem toch net niet. Dan laat ik hem weer even los en dan kan ik weer even een heel klein beetje schuiven. Dat ik denk, oh, volgens mij was hij net wel heel mooi trouwens. Pons. Oké. Okay. Die is nu ook klaar. En dan heb ik nu dus mijn ondergrondje nodig. Want, even kijken. Ik wil het op een gekleurd matje hebben. Dus ik moet even naar de kast. Voor mijn gekleurde matje. En mijn bal met bloem. Sorry. Nou, in mijn filmpjes wordt niet geknipt en geplakt. What you see is what you get. Tahitian Tide. Daarvan heb ik nodig een strook. Ik zal de maten en zo kleurcombinaties ook nog eventjes in de tekst onder dit filmpje zetten. Dat is wel even handig. Ik heb hier mijn snijmachine weer teruggepakt. Nu laat ik je ook laten zien wat ik bedoel. Ik heb een strook nodig van 9 centimeter bij 13,3. Dus ik leg mijn papier. Ik voel nu dat hij uit de papiermachine is gekomen. Hij is zo gesneden. Daar kun je voelen als je dat gevoel voor hebt. Dit is de mooie kant. Dus ik ga de mooie kant boven leggen. Want met mijn mesje druk ik hem ook wat in. En dat komt dan ook aan de onderkant. Dan leg ik hem bij 9 centimeter neer. Check ik hier of hij bij 9 ligt. En dan check ik daar ook of hij mooi recht en strak in de machine ligt. Dan snij ik mijn stuk van 9 centimeter af. En vervolgens heb ik nog weer een lengte nodig van 13,3. En dit heb ik nu over. Nu pak ik mijn 6 tegels erbij. Die ga ik eerst allemaal even mooi netjes opleggen, zodat als ik zo meteen met het snijden, of het plakken, een goed referentiepunt heb. Want we willen heel graag natuurlijk ook weer dat die tegelvloer mooi, strak en netjes wordt.
Ik probeer eventjes te kijken qua wat ik zei. Deze zit heel dicht aan de rand. Dus dat label komt hier ook nog. Ik wou proberen dus die dicht aan de rand zijnde afdrukken juist te gebruiken op plekken die het minst goed ziet. Hé, hey, wijs nummer 6. It's magic. How is that? Hoe kan dat nou weer? Hoe kan dat nou? La la la. Heb ik het aan de snijmachine? Ja! Even wat rustig op je gang weer terugdenken in je gedachten. Wat heb ik allemaal gedaan? Deze vind ik dan mooier hier. En dan doe ik dit zo. Oké. Ik heb gekozen voor deze maat ondergrond. Zodat ik een mooie brede rand rondom krijg als ik mijn tegeltjes mooi netjes tegen elkaar leg. Dus ik leg ze allemaal even neer, zodat ik weet of ik nog naar links of naar rechts of juist nog naar boven of naar onder moet. Ik wil dus graag links, rechts, boven, onder mooi gelijkmatig verdeeld. En dat kan ik op deze manier vrij goed inschatten en als ze dan al aardig netjes liggen, dan kan ik ze vast gaan plakken. Want zodra ik begin te plakken en ik heb de bovenste twee opgeplakt, tegen de tijd dat ik onderaan ben aangekomen bij nummer 6, zit bovenaan al zo vast dat ik er niet zoveel meer aan kan schuiven. Dus het is even belangrijk om je goed om het goed uit te lijnen voordat je gaat plakken. Plak ik de eerste vast. De rest laat ik mooi liggen. Zodat ik heel goed kan zien waar ik nou eigenlijk mee bezig ben. Nummer 2 komt er direct naast. Kijk, ik kan daar al niet meer aan schuiven. Dus dit wordt hem. Ik wil hier graag mooie dunne voegjes tussen de tegels. Terwijl ik, zoals je misschien hebt gezien, bij de kerstkaarten er juist meer ruimte tussen heb gelaten, zodat de ondergrond, vooral met het goud, heel mooi uitkomt. Want anders heb je zo'n groot goudpapier gebruikt en dan zie je er bijna niks van. Dat is dan ook weer zo zonde. Nou, en als je dan een heleboel van deze tegeltjes en kaartjes hebt gemaakt, kun je misschien ook in het echt gaan proberen te tegelen. Ja, maar zo worden we wat zo multifunctioneel dit. Lekker lijm erop, smeren. Ik heb wel heel wat geklust in mijn leven met tegelen. Dat vind ik toch best wel eventjes een expertise op zich. Om dat mooi te krijgen hoor, dat is niet te makkelijk. Het is makkelijker om een tegelkaart te maken. En dat doen we dan dus ook maar eens. Nu heb ik mijn tegelkaartje klaar. En mijn label heb ik klaar, maar ik wil daar dus een label onder hebben voor de extra decoratie. Dus ik grijp mijn stuk, Tahitian Tide, ik raak helemaal in de war. Tahitian Tide, gewoon één keer ponsen. En die gaan we er dan dwars op doen, zodat die bolletjes weer mooi naar buiten gaan steken. Gewoon een beetje lijm hierop. En nu, dus juist een kwartslag draaien. Even kijken, zo. Zo. En zo steken ze die leuk links, rechts, onder, boven uit. Extra leuk accentje. En nu ga ik hier aan de onderkant dat zilverlint maken. Daarvoor gebruik ik dus gewoon altijd mijn plakbandmachientje. Die altijd op mijn bureau staat. Ik laat hem gewoon ergens uitsteken voor mijn beginnetje. En dat plak ik vast met plakband. Altijd opletten dat je plakband dan niet buiten dat label komt. Want dat is nu weer een beetje jammer. Ik laat het handeltje ook gewoon aan de rol zitten. En dan maak ik hier soms. Je kunt helemaal precies opletten dat die randjes mooi recht met. Bij mij mag het ook wel een beetje heen en weer. Niet egaal zeg maar. Dat bedoel ik. Ik weet niet hoe je dat noemen moet. Plak ik het vast. Even met twee plakbandjes. Kleine stukjes genoeg. En dan maak ik nog een lusje.
Die wil daar blijkbaar heen, die lus. Ik wil niet te grote lus hebben. Zo. En dit zie je straks niks van die hele plakbandstapel hier achterop. Want ik ga het ook nog met 3D-foam opplakken. Zo, ik wil het derde lusje er leuk bij hebben. Dus drie lusjes zus. Daar gaat hij naartoe. Dus ik zeg ook, dan doen we daar nog een lusje. Vastplakken. En nog een lusje. Beetje bij elkaar, over elkaar en zo heen. En dan eindigt mijn lint aan de andere kant van deze strook. Ik plak even dit alvast vast. Hoop ik niet dat ik het dan mezelf in de vingers snij. Dit gaat zo meteen wel plat als we hem op de kaart doen. En ik wil dus dat deze, dit uiteinde, doorloopt alsof het van de andere kant zeg maar komt. Dus dat moet hier zo'n beetje vastgeplakt worden. En dan knip ik hem af. Beetje net zo lang als die andere kant. En nu is mijn label klaar. En kan ik die hier opdoen. Mijn basiskaart is weer gewoon een half A4'tje. In het midden gerild. Waardoor ik 10,5 bij 14,85 krijg. Mooi strak maken. Eerst de tegelvloer erop. En ben ik zelf ook heel benieuwd hoe dit eruit gaat zien. Want deze combinatie heb ik ook niet van tevoren bedacht. Ik vind het leuk, maar ik denk dat ik die andere met het donkerdere blauw nog knallender vind. Maar dit is wel lekker fris. Ik vind het wel... Dit is ook echt een... Ik vind toch, als je dit zo ziet, in het echt, dan komt de goede bedoelingen komen gewoon naar je toe. De vrolijkheid. De hugs. Gewoon even een lekker oppepkaartje. Gewoon een kaartje die je zomaar naar iedereen kan sturen. De kleuren zijn tijdloos, als bij wijze van spreken. Niet allemaal roze of zo, dat iemand denkt, met een roze kaartje. Het zijn hele mooie algemene kleuren, vind ik zelf. Ook die groene, die ik hier weer voor me zie, vind ik dus echt een hele mooie. En het kan ook ingetogen mooi zijn. Door het grijze wordt het wat afgezwakt. Maar het goud leeft het weer op. Ja, ik ben zelf wel blij met mijn kaartjes. Nou, en dat is wel fijn, want anders maak ik kaartjes met filmpjes waarvan ik zelf al denk, Nee, dat denk ik in dit geval niet. Ik vind dit leuk. Ik vind het leuk om die tegeltjes zo te maken. En de label vind ik ook gewoon heel erg. De label, het label vind ik ook heel leuk. Ik vind dat wel grappig dat ik het een beetje off-cent in het Nederlands een beetje... Hoeft niet per se in het midden. Maar als ik hem zo opplak. Kijk, hier wil ik in het midden. Alle middens die zichtbaar zijn, komt een deco dingetje op. Zo hoef ik hem maar 4 te gebruiken. Gebruik ik hem zo, dan heb ik wat meer. Dus even kijken. Ik doe hem vandaag hier. En dan niet. Kijk, nu is mijn midden daar afgeschermd. Ietsie nog omhoog misschien. En nou, niks meer aan doen. Alleen nog die leuke pareltjes erbij. Kijk, en dat was leuk. Dan kies ik bijvoorbeeld Sweet Sorbet voor de extra kaart voor het filmpje. Omdat ik van de Sweet Sorbet heel veel pareltjes nog heb. Meer dan van de andere kleurtjes. Oh, dit wordt helemaal leuk als je deze erbij doet. Net eventjes dat ene dingetje. Hè, waardoor je kaart van mooi mooier wordt. Een soort mooi mooier moois die ik ook wel eens in filmpjes maak. Dat heb ik al een hele tijd niet gedaan trouwens. Wie weet. Nou, en nu moet daar dus in het midden nog een strook papier. Maar dat snap je wel, want dat heb ik overal gedaan. Mijn middenstrook binnenin is ook 9 centimeter keer 13,3, net als het frontje. En ik hoop dus dat ik je hiermee heb kunnen inspireren. Dat je het leuk vond om naar te kijken. En wie weet, kijk je nog eens weer naar een ander filmpje van me. Heel graag, tot de volgende keer. Doei! Yes.